Keer en een deurposter is er ook geweest. En een deurposter? En een deurposter. Die heb ik dan, die ben ik even vergeten. Die heb je gemist. Die heb ik gemist. Ja. De vraag is natuurlijk gewoon... Waarom? Toch? Dat is maar één vraag, toch? Ik weet niet of jij heel veel vragen hebt, maar het is maar één vraag. Patricia, waarom? Waarom? Oké, dat ten eerste omdat ik gevraagd ben. Ja. Door Jan Heemskerk, dat door is de hoofdredacteur van Playboy. Daar. Ja. Hallo. Ja. Maar waarom heb je ja gezegd? Waarom heb ik ja gezegd? Nou, ik dacht, waarom niet? Dat dacht ik eigenlijk. Heel simpel. Waarom niet? Waarom altijd jongere vrouwen? Waarom je, niet? Is wat... dat een... Moet ik daar antwoord op geven? Nee. Of is dat eigenlijk... Nee, heb je gekeken? Heb je het al gezien? Ik heb het nog niet gezien, nee. Kijk nee. even op je gemak. Kijk even. Nou, je mag ook doorpraten. Kijk even ondertussen. Nee, dat ben nee, ik niet. Theo, laten we even... Nee, hou even. We mogen één foto laten zien, want uiteraard ja, iedereen moet hem kopen. Niks aan. Nou, dit is de cover. Die hebben we nog niemand gezien. Maar goed, dat is alleen maar mooi met een voile. Dan mogen we nu, gaan we nu even kijken naar die ene foto die we nu dan delen met de rest van Nederland. En dat is natuurlijk niet... Dat is, nou, dus, wat vind je van, Theo? Nou, eerste daarom reactie? Dus... Ja, het is een geweldig schilderij. Daarachter, wie is het? Nee, ja, wat is dit? Ja, wat moet je ervan vinden? Ja. En ze zijn echt, hoor. Er zit niks in. Oké. Okay. Is dat allemaal? Ja? Dat is echt, okay. Ja. Theo, je denkt heel lang na nu. Nou ja, ik denk altijd maar van, ja, kijk, iedereen wordt ouder. En wat je voor iedereen wordt ouder en iedereen wordt lelijker en je verlept allemaal een beetje. Maar sommige mensen niet. En volgens mij de kunst van het ouder worden is toch vooral dat je dat op een of andere manier accepteert. En dat je wijzer wordt. Dat je, een wijzer iemand wordt. En dat je veel meer energie en tijd insteekt in je binnenwereld, in je gedachtenwereld en in je buitenkant. Ja, maar je kan toch ook en dat en nog eens gewoon leuk eruit zien? Dat is toch geen probleem? Nou, kan toch een combinatie zijn? Ik heb vandaag een vriend van mij, die attendeerde mij op iets wat jij bij Robert Jens had gezegd. Over jouw ex en wat voor porno die keek. Nee, dat zei ik helemaal niet. Ik heb het gehoord. Ik heb helemaal niet gezegd porno hij keek. Nou, Chicks with Dicks is volgens mij wel porno. Hij kijkt daar niet naar. Maar hij kikt daarop of zo. Maar ja, dat je dat soort dingen vertelt, wat ben je dan voor... Dan ben je toch een zielige aandachtsjunk als je dat soort middelen inzet om net... Playboy te verkopen of omdat mensen dan over je praten. Ja, als je dat zo vindt, ik zie dat helemaal niet. Doe jij... Maar kom op, je hebt een dochter van 19 en je gaat dat soort dingen zeggen over haar vader ook. Weet, dat doe je toch niet? Maar wie weet... Dan ben je toch niet wijs geworden op je 60ste? Zij is heel erg wijs. En ik ben heel wijs. En ik weet op mijn leeftijd heel goed wat ik zeg. En wat ik niet kan zeggen. Ja, dat kun je dus niet mag zeggen. Maar waar staat dat ik dat niet mag zeggen? Het staat... Nee, ik zeg wat ik vind. En wie bepaalt wat ik niet mag zeggen? Je mag het wel zeggen. Gelukkig Waarom? Mag je het wel zeggen. Alleen ik mag dan gelukkig ook zeggen... dat ik jij een zielige aandachtjunk vind. Die niet wijs is geworden. Terwijl je 60 jaar rondloopt Hallo. Hier op deze planeet. Dat mag ik dan ook zeggen. Ja. Waar staat dat ik dat niet mag zeggen? Jij mag zeggen wat je wil. Gelukkig. Jij gaat op het podium staan en zeg wat je wil. Ja. En ik zit daar en ik zeg wat ik wil. Ja. Nee, maar ik zeg ook niet dat je het niet mag zeggen. Nee, maar waarom zeg je het dan zo? Omdat ik het zo'n slecht voorbeeld... Nou, zijn er weer vrouwen van 60 die denken dat ze ook allemaal operaties moeten laten doen. Wie zegt dat ik operaties heb gehad? Schumann, die plastische chirurg. Aan mijn lichaam is nooit iets gedaan. Mijn lichaam. Eigenlijk moet je het er niet eens over hebben. Dat is ik heb van mijn moeder altijd geleerd van je moet goed gedrag moet je belonen en slecht gedrag moet je negeren. Eigenlijk moet je hier... Maar wat is slecht gedrag? Waar heb ik slecht gedrag? Theo, ik ga je uitnodigen. Jij mag de foto's nu als eerste man in Nederland zien. Doe dat nog met enige zin en smaak. Het even. Ja. En dan ga je straks als een Italiaanse voetbalverslag... Als een Italiaanse zender de rechten van een wedstrijd niet heeft... zetten ze een man neer die de wedstrijd gaat beschrijven. En jij gaat straks een foto, wij mogen niet kijken van Jan, want we mogen maar één foto laten zien. Oké. Nee, maar god, ik zit te luisteren en ik denk van, gut, maar pop, heb je de halve uitzending in je mond gehouden? Ga je nu praten? Wie? Theo. Jammer. Dat is de tafel. Je mag doen en laten wat hij wil. Dat is het idee van ons programma. Ja, Jan, hoeveel heb je... Dave houdt al halve uitzending in onze mond en dan gaan we praten. Nou, goed. Jij wilde Patricia graag hebben? Ja, eigenlijk wel. Ja, natuurlijk. Ja. Want je dacht, omdat je er geen lekkere wijf kon krijgen? Of omdat je dacht dat het... Is dat niet een beetje makkelijk? Daar gaat het toch om, de Playboy? Mag ik even zeggen, aandacht vragen? Ik vind het zo hier? Jammer. Het is zo goedkoop. We hangen 2,5 de professie. Is dit een vrouw die vertelt een man naar transseksuele geld en dan ben ik goedkoop? Wat zeg je nou? Ben ik nou goedkoop? Dat zeg ik toch niet? Je zegt, ik vind het zo goedkoop. Nee, het is een beetje makkelijk. Het wordt makkelijk. Niet goedkoop, maar makkelijk. Zo van, we zijn de meneer Heertje hebben we gehad. We hebben onze vriend daar gehad. Die niet ziet. En ineens ga je ineens zo ineens doen. Is hij helemaal zo ineens jammer. Zo doen. Ja, maar hier is dat toestand. Ik vind het een beetje jammer.
Ik vind dit een beetje jammer als ik bedenk dat er ook een leuk meisje van 25 in had kunnen staan. Het is makkelijk. God ja, wat maar schrijf het nou zo aan? Is het makkelijk? Tafel, maar... Wat zeg je? Ja, wat wordt er nu? Nu gaat het publiek zich er heel naar gooien. Het ook. Ja, leuk, dit wordt een heel nieuw vorm. Nico gaat nog een gedicht schrijven, zie ik. Het is godverdomme. We beginnen helemaal opnieuw. Meneer Heertje wil aan tafel zitten. Het is het. Nee. Maar wat ben jij negatief? Nou, toch is het... Nee, laten we het nou eens... Toch eens het positieve... Ja, sorry, ja. Ik ben even de positieve. Ja. Theo zegt iets wat natuurlijk ook heel veel mensen denken. Het is ook wel eens goed ik heb dit nog niet gehoord. Dat is de eerste keer. Ja? Ja. Ja, omdat je met niemand praat, omdat je met een delegatie van 12 mensen binnenkomt en je zegt tegen niemand wat. Natuurlijk zeggen mensen dat niet tegen je. Iedereen zegt, hij zegt ook van, want het gaat goed verkopen. Die zegt, het is hartstikke mooi. Mag ik iets zeggen, Theo? Eventjes, rustig. Ik zal je heel eerlijk vertellen, toen ik binnenkwam, heeft mijn zusje moeten uitleggen wie je was. Want ik woon hier niet en ik heb je nog nooit gezien. Een goede reden, als je niet weet wie het is om iemand een hand te geven, toch ook? Je hoeft wel gezegd, geef alleen mensen een hand. Er zitten heel veel mensen daar. Als niemand mij zegt wie hij is, dan kan ik toch ook niet weten of hij erbij hoort of niet. We gaan kijken naar... is het nou leuk om hier naar te kijken? Dat vonden we in de repetitie wel. Je was namelijk ooit de gast in Reur. Ja. De goede Jan Lenfrink. Als we die kunnen laten zien, doen we het graag. Ja. Daar ging het over Playboy, want toen stond je er voor het eerst in, geloof ik. En toen ging het er ook over dat je zegt, na mijn 50ste, dat zou toch niet meer kunnen. Zei ik dat? Laat maar eens even kijken. Nou, zie je toch maar. Ja, daar kan je. Er zijn genoeg jongens die dol zijn op vrouwen van 50 die... Ja, maar dan wil ik niet meer in de Playboy, hoor. Toch? Dat hoeft dan niet. Misschien ben je dan vreselijk sexy, maar dat wil nog niet zeggen dat je dat in een blad moet doen. Nee, maar jij ziet het toch niet op tegenop dat je 50 gaat worden? Of wel? Nee hoor, helemaal niet. Maar dan wil ik me gewoon niet laten fotograferen. Dan niet meer? Anders. Nee. Nee? Nee. Oh, nee. Daar ben ik van teruggekomen. Daar ben je van teruggekomen. Ja. Ja, ook omdat je toch vindt... Je wilt toch ook, Patricia, laten zien... dat je, als je 60 bent, niet oud bent, bijvoorbeeld. Het is niet zo van, ik wilde iets per se bewijzen of laten zien. Toen hij dat aan mij vroeg, heb ik even nagedacht. Toen dacht ik, waarom niet? Mm-hmm. Waarom niet? Want vrouwen van mijn leeftijd, of jonger of ouder... maar in ieder geval over de 40 kunnen best ook heel sexy zijn. En waarom kunnen we dat niet laten zien? Mm-hmm. Want het is nog niet over. Nee. Je staat er nog midden in het leven en je bent nog steeds... sensueel en je flirt nog steeds en je bent lekker bezig. En waarom moet ik dat niet laten zien? Waarom niet? Nee. En je staat, dat is dan, ik geloof toeval, dat jouw dochter, inderdaad... Ja, dat is inderdaad die staat nu op de cover van een ander... Ja, die is op het ogenblik een beetje eigenwijs. Van de concurrent van de Playboy. Is de concurrent, Jan? Ik geloof het wel een beetje, de FHM. Dat is de FHM. Ik vind het fantastisch. Ja, toch? Ik ben heel trots op ze. Ik vind het een beetje jammer dat zo'n meisje, 19 jaar... Weet je wel. En dan zo'n scheiding achter de rug van de ouders. Ik vind het een beetje goedkoop, maar vooruit, doe maar. Oké. Nou ja, maar het is wel een raar toeval dat moeder en dochter dus beide in de kiosk in de schappen liggen. Ja, wij zijn gewend thuis lekker bloot te lopen. We hebben helemaal gelast van. Nee. Nee, helemaal niet. Dat is voor ons helemaal niet... En dat is ook prachtig. Ja. Naakt. Ze zijn allemaal Hoeveel heb je er gedrukt, Jan? Hoeveel heb je er gedrukt? Morgen is D-Day. Eens even denken. Volgens mij 160.000. Dus liever die best doen en dan... En hoeveel druk je er normaal, om even aan te geven wat je verwacht? 159.000. En wat vind je ervan? 99. Theo, de vraag van Patricia. Wat vind je ervan? Kan het? Een vriend van mij is negrofiel. Oh. En ik denk dat hij het wel zou kunnen waarderen. Ja. Dit is beledigend. Dit is echt... Theo, je biedt nu excuses aan. Nou, absoluut niet. Nee, mijn excuses, kom nou. Dit is gewoon aandacht vragen wat je nu doet. Ja, wel waar. Jawel. Nee, maar kom op, zij. Oh ja. Dit is gewoon... Ik vind het een grove opmerking. Dit is dwars willen zijn, expres, en laten zien wat je allemaal durft te zeggen. Ik vind het verschrikkelijk. Je bent vervelend. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik was zaterdag... Zat ik in een uitzending, ik niet, heb nou ik het Nelleke Noordervliet ontmoet. Zegt jou dat iets? Jawel, als schrijfster. Dat vind ik nou een leuke vrouw, weet je. Soms vind ik het zo jammer dat zulke leuke mensen... Die verkoopt dan 300 boeken en hier gaan dan 160 van over de... Dat is een totaal ander veld. Ja, dat vind ik jammer. Ja, maar we interesseren ons niet wat jij leuk vindt. Mensen vinden dit leuk. Ik interesseer me ook wel in wat Theo leuk vindt. Maar dit is een raar gesprek geworden, dat kan. Het is live televisie. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Nee, ja, dit is genoeg geweest. Het verschrikkelijk, dat mag toch? Het gaat niet om hem. Het gaat om mij. Kom op. Patricia, ja, dit is veel plezier vanaf morgen, want morgen gaat 160.000 mensen... Ik geniet ervan, want iedereen lult erover. Hoe leuk is dat? Oké, dankjewel. Dank voor je komst. Playboy vanaf morgen in de winkel. Tot zover, tot morgen.